Zaterdag 13 mei 2000 gaat het volledig mis in Enschede. Een vuurwerkfabriek ontploft en vaagt een complete woonwijk weg. Er wordt gezocht naar een dader, maar de zaak is tot op de dag van vandaag niet opgelost. Onterechte veroordelingen, ik heb helemaal niks gedaan, jongen. Ontslagen rechercheurs en verkeerde vergunningen. Dit is de vuurwerkramp. We hebben het over een zaterdag, 13 mei, prachtig weer. Er ontstond brand op die binnenplaats. Er ging wat vuurwerk de lucht in, er kwamen allemaal mensen op af. Nou ja, vuurwerkshow, wie wil dat niet? Maar dat liep volslagen uit de hand. En dat leidde uiteindelijk tot drie grote explosies, maar één enorme explosie. Ik stond dus voor het raam en ik rende snel naar binnen. Het raam is ontploft, er zitten allemaal mensen binnen, zoals je kan zien. Daar komt hij. En de hele woonwijk is hier tegen de vlakte gegaan. 23 mensen uiteindelijk verloren het leven. Een ramp van ongekende grootte. Er werd een onderzoeksteam aangesteld om tot op de bodem uit te zoeken hoe dit zo fout heeft kunnen gaan. Jan Paalman was als regisseur onderdeel van dat team. Een gigantische knal. Iedereen werd wakker. En toen kwam ze snel tot de conclusie dat er een brandstichter gevonden moest worden. 16 mei 2000 werd een gerechtelijk vooronderzoek geopend op de onbekende brandstichter. Want als er geen brandstichter was geweest, dan waren ze alles gaan onderzoeken naar de overheid, de vergunningen. Hoe kan een ramp zo gebeuren? En nu waren ze gewoon klaar mee. Ja, het was een brandstichter. En zo wordt al snel een verdachte voor de brandstichting aangewezen. André de Vries, die even later wordt veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. Ik heb niks gedaan, man. Hey, jongen. Ik heb niks gedaan, man. Ik heb helemaal niks gedaan, jongen. Hey, God, wees, man. Ja, godverdomme, jongens, help je toch. Het was een hele handige truc om, als je denkt dat je onder de loep wordt genomen, om snel een ander daarvoor in de plaats te nemen, die het ook bij het publiek gretig wordt geslikt van die brandweerwet, snapt niemand wat. Nu niet en toen ook niet. Maar een brandstichter, oei, 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 dat was wel een slachtoffer. Dat is een bekend fenomeen, maatschappelijk. Iemand een zondebok toespelen. Ja. Dat is een heel oud trucje. Rechercheur Jan Paalman kan het niet loslaten en spreekt zijn twijfels uit bij de rechter. Volgens hem is het bewijs dat is gebruikt niet legitiem. Ik ben 2,5 uur gehoord door de rechter en de advocaten. Toen kregen we de complimenten van de rechter dat we zo goed in het dossier waren ingeschoten. Ja, dan denk je, nou, dat klinkt goed. En je werd vrijgesproken en zegt, goh, mijn jongens, waar waren we blij. Ja. Gelukkig, want die man heeft er echt 100% helemaal niks mee te maken. Ja, het wonderlijke is dat dan vervolgens, hè, op het moment dat niet blijkt dat deze André de Vries was niet de dader, er lagen nog allerlei onderzoekslijntjes open. En dat is nooit opgevolgd. Dan kom je bij de volgende vraag. Wie heeft het dan gedaan? Nou, dat is nader onderzoek moeten doen. En nu werd er nog steeds gezegd, ah nee, de Vries heeft het wel gedaan, maar hij is wegens gebrek aan bewijsvrijheid, maar heeft het wel gedaan. Bij brand denkt men al gauw aan een dader. Ik denk zo niet. Een brand ontstaat vaak via gecompliceerde omstandigheden. En in dit geval door het ontbreken van beschermende en preventieve omstandigheden. Als vuurwerkhandelaar moet je aan strenge eisen voldoen. Alleen met de juiste vergunningen en opslagplekken mag het vuurwerk bewaard worden. Je bent zelf vuurwerkhandelaar. We staan hier op een terrein vol met vuurwerkbunkers. Ja, hoe sla jij het op? Zoals we dat hier hebben staan, dat is meestal professioneel. En daar heb je ook wat zwaardere opslag voor nodig, zoals we dat hier hebben. Wat er gebeurt, zeg maar, als dit fout gaat, dan gaat deze deur, die vliegt eruit en die vliegt dan een heel eind weg. Maar als het goed is, blijft de bunker staan. En dat doe je natuurlijk niet in een woonwijk. Dat doe je natuurlijk op een terrein zoals wij hier hebben, waar je dus echt de ruimte hebt. Een vuurwerkfabriek midden in een woonwijk. Dit zou alleen mogelijk moeten zijn met de juiste vergunningen. Er is wel een vergunning gegeven, een milieuvergunning. Nou, die gaat niet over brand. En ook niet over explosieve stoffen. Dus de verkeerde vergunning en de juiste vergunning die gegeven had moeten worden, is verzaakt. Wat je ziet is dat op het moment dat er zo'n ramp plaatsvindt, dan gaat het natuurlijk altijd over bouwvoorschriften, over vergunningen, over of het allemaal wel klopt, hoe dat hier opgeslagen was in een woonwijk. Ja, antwoord is natuurlijk nee, dat klopte niet. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? De verantwoordelijkheidsvraag. En die is eigenlijk nooit afdoende beantwoord.
En inmiddels zijn er ook diverse aanwijzingen dat de bedoeling was een klein brandje, dat er dat gesticht is. En dat klopt ook wel. De brandweer die had om 3:50 had het hele spul onder controle, was de brandmeester. Alleen om 3:55 zie je in één keer het vuurwerk recht de lucht in gaan. We hebben een hele kruisberekening gedaan en blijkt dat er precies voor bunker C6 gaat het vuurwerk recht omhoog. En dat vuurwerk wat er omhoog gaat, komt ook uit bunker C6. En de brandweer verklaart, ik ben in de open deuren aan de spuit. De deuren stonden open. Terwijl de brandweer zegt, er waren geen deuren geopend. We wilden graag die brandweermensen vragen, wat hebben jullie daar gezien? Tussen 3:30 en 4:00, wat is daar gebeurd? Nee, daar kunnen we niet wat over zeggen, maar als we wat verkeerd zeggen, dan krijgen we het ontslag. Is er een soort van doofpot gecreëerd ook voor alle fouten die zijn begaan? Ja, als iemand dat wilde en zulke mensen bestaan, ik kan het alleen niet bewijzen, want dan moet ik daar uitspraak over hebben. Maar de rapportage is zo ongelooflijk te kort en dom, dat ik toch wel de neiging heb om aan opzet te denken. En ik durf rustig te zeggen, het is niet pochen. De ramp die kan wel opgelost worden, maar mag niet opgelost worden. Het is wel een reflex van het openbaar bestuur op het moment dat er iets echt goed misgaat. Ja. Om dat niet meteen op te lossen en te zeggen van we pakken verantwoordelijkheid en we moeten hier wat mee. Nee. Maar om weg te duiken. Ja. En om te proberen een zodanig verhaal te spinnen dat de overheid er niet al te slecht afkomt. Dat vind ik echt een probleem in onze democratie. Dat zie je in de vuurwerkramp. Maar je ziet dat ook bij een toeslagenaffaire. En ik zie het ook in lokale dossiers. Ja. Waar evident iets niet in de haak is. En waarin je merkt dat op het moment dat je er vragen over stelt. Of er wordt onderzoek naar gedaan. Dat of die onderzoeken worden beïnvloed. En dat, ja. Dat is echt wel een punt. Toenmalig directeur van SA Fireworks, Rudy Bakker, kon helaas niet meewerken aan deze reportage. Hij vecht tot op de dag van vandaag nog steeds om de waarheid boven water te krijgen. Soms heb ik wel eens gedacht, ik had liever gehad dat de baas bij me was. Gewoon, Jan, dat zie je verkeerd. Kijk maar, dat en dat en dat. Gelukkig, dan waren we klaar geweest. Maar hoe lang we het onderzoek gedaan hebben in al die 20 jaar... hoe meer we tot de bewijzen zijn gekomen en de feiten liggen er, dat we niet geen 100% maar 200% gelijk hebben gehad. Dat het gewoon ongelooflijk is dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren bij politie, openbaar ministerie, overheid en rechterlijke macht. Niet te geloven.